Jaloer, haar sterkste kant is echt het doorzettingsvermogen. Doelen bereiken, wat zij in haar hoofd heeft. En ja, daar presteert ze gewoon mee. De kitewereld is best wel een beetje een mannenwereld. Ja, ik denk dat Jaloer wel iets harder moet werken om hetzelfde de waardering te krijgen als voor de mannen. Door te doen wat ik doe, hoop ik dat ik dames kan inspireren. En die denken van, hé, dat ziet er vet uit, dat wil ik ook proberen. En dat de extreme sport meer een mix gaat worden, waardoor we in de toekomst misschien wel meer gelijk zijn met de mannen. It's all worth waiting. It's all worth waiting. Oh my.